Eigenlijk sprak hij gewoon de woorden van Jezus na. Hij zei van: als ze, als ze liefde hadden gekend, als ze Jezus hadden gekend, hadden ze het niet gedaan. En hij zei van: Ik vergeef het ze, want ze wisten niet wat ze deden. Ja, dat, dat is zijn reactie op, het, op de ellende die hem is aangedaan. En wat denk je dan bij jezelf? Als een jongen met 13 jaar zulke wijze woorden zegt, zo geestelijk diep, waar de meesten van ons, denk ik zelf, uh, misschien nooit dat punt zouden kunnen bereiken. Ja, dat, dat is gewoon genade eigenlijk. Dat hij dat kan zeggen. En gewoon ja, diep geloof in God. Ja, wat denk ik dan, wat denk ik dan? Nou, ik dacht eigenlijk niet zoveel. Ik was daar eigenlijk een beetje gewoon. Dat dacht, wow, jongen dat je dat zegt. En ja, dat geloof je ook volledig. Dat is niet even een vroom praatje van we moeten dit even zeggen. Omdat we onze, de mensen die ons iets aan hebben gedaan, moeten vergeven. Maar dat is echt een diepe realiteit voor hem.